Je kunt ons alles vertellen over de Almelo Ommetje Bokaal. Zeker, zeker. In januari zijn we een initiatief gestart. De Ommetje Bokaal, waarbij we eigenlijk zoveel mogelijk Almeloers willen inspireren en motiveren om elke dag een wandeling van 20 minuten te maken. Is het moeilijk om de Almeloer aan het bewegen te krijgen? Ja en nee. Ik denk dat veel Almeloers wel willen bewegen, maar dat we nu door corona zien dat veel mensen de mogelijkheden niet meer hebben. In ieder geval heel beperkt zijn. Veel sportverenigingen zijn dicht. Het zwembad is af en toe open, maar veelal dicht. Dat zorgt er wel voor dat veel minder Almeloers in beweging raken. En de enige manier om ze nog te doen bewegen is dat ze echt zelfstandig aan de slag gaan met bijvoorbeeld wandelen. Het principe van de Almelo-bokaal gaat er eigenlijk vanuit dat als je 20 minuten wandelt op een dag, dat het heel gezond is voor je lijf, maar ook voor je geest. Het idee is dat je met behulp van de app van de Hersenstichting elke dag een ommetje maakt van 20 minuten. Die time je dan ook op je app. En we houden een soort ranglijst bij van alle Almelovers die zeggen van lijkt me leuk om aan deel te nemen. En aan het einde van de maand januari kijken we wie er bovenaan staat en die krijgt de allereerste ommetje bokaal. We zien dat zeker met thuiswerken dat veel mensen sedentair gedrag vertonen, dus heel veel zitten en weinig bewegen. En uit onderzoek is eigenlijk wel gebleken dat je ieder uur wel toch minstens 5 minuten aan de gang zou moeten. En met de ommetje bokaal willen we mensen ook echt stimuleren om tijdens het werken even de spullen weg te leggen en te denken van ik ga nu even 20 minuten mijn hoofd fris maken en mijn lichaam in beweging brengen. Kijk, nu zijn de maatregelen zo dat je ook niet met meer dan 2 mensen buiten mag komen. Dus als je dat een groepje noemt, dan kun je inderdaad nu nog wel een groep bewandelen. Maar zolang de maatregelen dat voorschrijven dat 2 het maximum aantal is, gaan we inderdaad zeker niet een groep bewandelen. Nee. Het loopt al de hele maand januari. Is er veel belangstelling voor? Ja, en zelfs meer dan dat we eigenlijk hadden durven dromen. Het is een beetje als een grapje ontstaan. Dus we hadden onder collega's hadden we een beetje het idee van we moeten even wat doen. Mm-hmm. En zijn we die ommetje app gestart, hebben we een groep aangemaakt gewoon voor collega's. En dat werkte zo enorm motiverend dat ik zelfs, ik heb gewoon wekkers gezet zodat ik 's ochtends voor 9 uur ging wandelen, want dan kreeg je weer extra punten. Toen hebben we wel tegen elkaar gezegd, als dit bij ons al zo aanslaat, waarom zouden we dan niet dit uitrollen naar heel Almelo? Toen hebben we besloten om het onder een soort competitie van te maken en heel de maand januari zoveel mogelijk Almeloers te laten bewegen. Hoeveel deelnemers zijn er? We hebben nu 130 mensen die zich in de app hebben aangemeld. Ja, supermooi. Een succes dus voor herhaling vatbaar. Ja, zijn we wel van plan. Ik denk dat het een succes is vanwege eigenlijk 3 redenen. Allereerst is wandelen heel laagdrempelig. Je kan het doen wanneer je wil. Je hebt geen extra kosten. Het is gewoon voor bijna iedereen wel te doen. Daarnaast is het natuurlijk corona. Het is de tijd van de crisis waarin weinig andere beweegmogelijkheden er zijn. Dus wandelen is een van de dingen die je wel zou kunnen doen. En in de maand januari zijn mensen toch wel bezig met goede voornemens. En ik kreeg laatst ook een mailtje van een vrouw die vertelde van ik doe mee aan Dry January. En ik vind het wel heel mooi om dat nu te combineren met de Ommetje app. Om ook te blijven wandelen. Dus die was niet alleen bezig om gezonder te gaan eten en drinken. Maar die was ook bezig om haar beweeggedrag wat positiever te maken. Dus ik denk dat dat wel de succesfactoren zijn geweest van deze bokaal.